Mijn naam is Chris Hottentot, ik ben wethouder binnen deze gemeente en ik mag vandaag dit beeld onthullen. Het beeld is genaamd Stille Strijd. En het is een reizend beeld en die reis van dit beeld is begonnen in juli 2023 in Amsterdam. En het beeld reist elke twee weken naar een andere gemeente in Nederland. En van 6 tot en met 20 mei staat het beeld dus bij ons, hier in Spijkenisse, in de gemeente Nissewaard. En het doel van dit beeld is dat het taboe rondom depressie en zelfdoding onder jongeren wil doorbreken en het gesprek op gang wil brengen. Het kunstwerk is ontworpen door Saskia Stolz en Angela Blijt de Jonge van de stichting Samen voor Inwoners heeft het beeld onder de aandacht van de gemeente gebracht. En de komende twee weken zullen we elke dag op social media berichten posten over het onderwerp. Om in ieder geval het onderwerp onder de aandacht te brengen. En er worden ook gastlessen gegeven over het onderwerp op middelbare scholen. En in de wijkcentra en jongerencentra wordt er aandacht aan het onderwerp besteed. Maak je nou zorgen over iemand of zoek je als jongere hulp? Kijk dan op de website Thuis in Nissewaard. En dat kan op thuisinnissewaard.nl/stille-strijd. De komende week hebben wij ook een actie. Als u denkt van nou, ik wil nog een jongere een hart onder de riem steken of steunen, laat het ons weten. Welke jongere verdient er bijvoorbeeld een mooi zonnig boeket? Dat gaan we uitdelen de komende weken. Wie kan er een opkikkertje gebruiken of heeft gewoon een moeilijke tijd achter de rug? Laat zien dat je aan iemand denkt. En geef bij ons op de website dat aan dat die iemand een bloemetje kan gebruiken. Dat kan en mag helemaal anoniem. En tussen 6 en 20 mei kiezen wij dan een aantal jongeren uit die een verrassingsbosje zullen ontvangen. En misschien goed om te weten, naast het beeld staan allemaal lijstjes. Die lijstjes, die foto's, die berichten, die reizen allemaal mee. Mensen uit andere gemeenten hebben dit erbij gezet en reizen mee met het beeld. Dus wilt u hier iets kwijt, wilt u ook een foto kwijt, wilt u ook een verhaal kwijt, een gedicht. Het mag erbij gelegd worden en het reist mee. En uiteindelijk zal de kunstenares aan het einde van de reis een compilatie maken, een collage maken van alles wat er is ingebracht. Na 20 mei zal dit beeld weer verder gaan reizen. En daarom onthullen we vandaag dit beeld, maar we willen ook het vertrek van het beeld markeren. En daarom zullen wij op 17 mei om 12 uur zullen mijn collega-wethouders Jeroen Posma en Hanneke Stens ook het beeld passend gaan afsluiten. Het is niet in één dag opgelost. Maar in één dag kan je een eerste stap zetten. Ook wanneer je benen te zwaar. Een appje, een website, het scannen van een code. Ik beloof niet dat de weg alleen maar verlossend is. Maar ik beloof je dat ik te veel mensen om me heen ken zoals ik. Die het zeker wisten. Toen iets minder zeker. En zodra je die wankel eenmaal voelt, er geen stoppen meer is. Ik beloof je dat we constant verder denken. Dat we constant meer bewegen om te zorgen dat jij ons ziet. Om te zorgen dat wij er zijn wanneer jij dat nodig. Wanneer je twijfelt of je ons al wel nodig. Wanneer je twijfelt of je niet te zwaar. Ik beloof je dat we blijven opletten. Opzetten, uitbreiden, opleiden. Ik beloof je dat wij blijven proberen. Voor jou. Beloof jij mij dan dat jij dat ook? Sorry, can save me. Sorry. Sorry. Dan rest mij niets om u in ieder geval heel erg te bedanken voor uw aanwezigheid. Gezien de grote opkomst is dit echt wel een onderwerp wat heel veel mensen raakt. Dank voor uw komst. En uiteraard als u iets wilt toevoegen aan het beeld, dan is dat nu de mogelijkheid. Dank u wel.